Soms denk ik echt dat mannen niet begrijpen of niet kunnen invoelen wat het betekent om zwanger te zijn. Dat is toch logisch? Floris begrijpt me sowieso vaak niet. Niet dat we een slechte relatie hebben, maar met vrouwen praat gewoon toch net iets makkelijker. Vind je? Ja, niet? Nee, eigenlijk niet, nee. Ik kan veel beter opschieten met jongens dan met meiden, maar dat... Maar ik ben denk ik een uitzondering. Ik ken wel meer mannen, vrouwen. Maar het zijn vaak sletten. Die pappen met mannen aan waar en wanneer ze maar willen. Nee, jij niet. Zo bedoel ik het helemaal niet. Nou, bedankt. Water, PA-aminobenzoe-zuur, zwavelzuur, ethanol en natriumcarbonaat. Dat is een pijnstiller. Wat moet je daarmee? Zit dat daarin? Ja. Oké, ik dacht juist dat het geen pijn hoorde te doen, joh. Nou ja, het verdooft ook. Ben je bang dat je... Dat je te snel... Nee, ik niet. Wie is die hele stapel dan? Research. Research. Ja. Rare naam voor een meisje. Je kan toch niet iedereen aardig vinden? Nee, maar je kunt mensen wel een kans geven. Maar als ik hem niet aardig vind, ben ik een racist? Ik moet van jou vriendjes met hem worden omdat het een Marokkaan is. Dat slaat pas nergens op. Als jij zo trots bent op die afkomst van je. Wat de fuck doe je hier dan nog? Ben je doof? Ik ben hier geboren. En je vader? Mijn vader heeft zijn hele leven... En je broers? En je neefjes? Gezellig met z'n allen in de moskee? Was door een of andere imam die veelbelovende vakantie in Syrië krijgt toegekend. Gast, wat de fuck heb jij het over? Jij weet net zo goed als ik dat ze één voor één terugkomen als terrorist. Allemaal. Je bent bang, hè? Ik ben bang dat jij mijn land molesteert, ja. Chapeau. Dat heb je vaker gedaan. Hè? Je bent onbeschoft, maar schieten kan je wel. Pieter is het toch? Hé, we gaan een drankje drinken. Ik trakteer. Hm.